Ja, we staan vandaag in het tunneltje in de Rijkerboslaan tussen Andel en Giessen, waar prachtige muurschilderingen worden aangebracht. We hebben de stichting opgericht om street art projecten te realiseren in samenwerking vooral met gemeentes, overheid en kunstenaars die daar al in dat werkveld actief zijn. Wat is nu wezenlijk het verschil van street art ten opzichte van de graffiti's die we hier tegenkomen? Alles wat een beetje tegen de muur aan wordt gedaan kan voor allebei de titels zeg maar doorgaan. Meestal wordt street art meer gezien als de kunstzinnige oplossing, meer de tekeningen dan graffiti. Graffiti wordt meer gerelateerd naar kleurrijke letters, woorden uitdrukken in kleur. Diederik, hoe is dit project tot stand gekomen? Ja, er stonden echt dingen op, dat zag er gewoon echt niet uit. Dat kon echt niet meer dus. En dat werd steeds erger natuurlijk. En aangezien ik al jaren met graffiti bezig ben, heb ik zoiets van, nou, dat zou mooi zijn om daar iets moois op te zetten. Ja, het zag er hier een beetje somber en een beetje slordig uit. En dat zijn we aan het verfraaien momenteel. Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? We hebben sowieso die professionals benaderd. Die hebben er meer ervaring mee. Die hebben een nieuw ontwerp gemaakt met de dingen erin die we erin wilden hebben. Dit is allemaal met tekentafel. Dus er is een compleet ontwerp overlegd. Ook om alle goedkeuring vanuit de gemeente te krijgen wat erop moest komen. Ja, ik heb het gezien natuurlijk van tevoren en ik vond het geweldig gaaf. Beeldbepalende elementen, heel veel mooie kleuren, er zit een beetje geometrisch, maar ook heel veel natuur in. Eigenlijk voor ieder wat wils tref je hieraan en het flirt er mooi van op. Er zijn eigenlijk drie categorieën. We hebben stukjes met natuur toegevoegd omdat het hier eigenlijk een doorgang is tussen wat gebieden waar veel groen is. Dus er zitten plantjes en insecten. Nou, we hebben dus aan deze zijde voor gekozen om Fort Giessen op te zetten. Dat is vrij onbekend hier voor heel veel mensen, dat het niet echt toegankelijk is. Dus daarom hebben we die hier gemaakt. En aan de andere zijde hebben we de Rombouwstoren uit Andel gemaakt. Want die zijde natuurlijk Andel ligt. Ja, er zijn een aantal, ik noem ze toch kunstenaars. Graffiti spuiters zou ik ze echt tekort doen. Maar een paar kunstenaars aan het werk die dat geweldig vrij doen. Het is ook de bedoeling, normaal als je iets moois op een muur zet, is eigenlijk een ongeschreven regel dat je daar niet overheen gaat. Er komt dus ook een speciaal coating overheen. Dat het gelijk, dat het niet hecht, het gelijk af kan wassen met warm water en zo. Wat positief is dat mensen zelf een initiatief nemen om een omgeving te verfraaien. Dus ik denk ook dat de nieuwe gemeente Altena, daar waar daar mogelijkheden toe zijn, dat ze dat altijd positief zullen benaderen en bekijken. En misschien zijn er nog wel meer gave plekken waar je dit zou kunnen organiseren. Dus ik ben benieuwd wie staat daarop en neemt het initiatief.